De stichting Supporters Marle staat dit weekend garant voor 3 dagen motorisch spektakel in Marle. Voor vanavond stond de nachtcross op het programma. Een unieke motocrosswedstrijd waarbij in het donker wordt gereden bij kunstlicht. In samenwerking met de motorclub Nijverdal-Hellendoorn was een baan aangelegd in het weiland aan de Meester Werkmanstraat. Later dan gepland gingen de crossers van start voor hun rondjes over het gelegenheidscircuit. De coureurs in de dop op hun motoren met kleine wielen beten het spits af, maar dan nog wel bij daglicht. Voor de ogen van het talrijke publiek gingen ze dapper de strijd met elkaar aan. Waar de een onvervaard over de baan kroste, deed de ander het nog wat voorzichtig aan. Ouders en andere familieleden stonden langs de baan om ze aan te moedigen en de verrichtingen vast te leggen op foto en video. Heel anders ging het eraan toe bij de bromfietsklasse, waarin allerlei vehikels op de baan verschenen. Van echte crossbrommers tot omgebouwde poegjes reden hun rondjes over het steeds meer omgeploegde terrein. Naarmate de motoren groter en zwaarder werden, nam de snelheid toe en werden de stofwolken groter. In totaal stonden 10 verschillende klassen op het programma voor vanavond. Genietend in de avondzon sloegen de bezoekers de capriolen van de coureurs schade. Na de afloop van de wedstrijden wordt het feest voortgezet in de tent, waar de band Ja Dat Zal optreedt. Na de motoren is het op zaterdag de beurt aan de auto's bij de autohunting. Maandag tweede paasdag laten de trekkers hun motoren brullen bij de trekkerslep.